Dit is een beetje heel erg vreemd. En die vrouw doet alsof ze aan het gewicht heffen is met die kat. Dit is gewoon gokken. Oh my god. Dat wat we net zagen was dus gewoon echt. Just another one of those nights. Welcome to my city. I'm feeling... Dames en heren, na een lange tijd is het denk ik toch alweer eens tijd voor een gloednieuwe Photoshop quiz. Wow, mijn stem sloeg over. Dames en heren, welkom in deze gloednieuwe Photoshop quiz aflevering. Oftewel echt of nep. Ik heb het helaas al lange tijd niet gedaan, sorry daarvoor. En voor de mensen die dus nieuw zijn op dit kanaal en deze serie totaal niet kennen, leg ik het heel even kort uit. Ik krijg per aflevering 10 foto's te zien. Zoals bijvoorbeeld deze. Hij is een beetje creepy. En dan is het mijn taak om te vertellen of deze foto echt of nep is. Dat is eigenlijk het enige wat je moet weten. Heb je er al zin in, doe dan alvast een blauw duimpje omhoog. En wil je dat ik dit vaker upload, doe dan ook een blauw duimpje omhoog. Want ik ga weer lekker verder met een gloednieuwe quiz. Ik heb er heel veel zin in en we gaan meteen beginnen. Klik en wij zien een spinnetje. Of twee spinnen in elkaar of zo. Deze foto heb ik een lange tijd geleden ook gehad. Maar ik weet niet meer of hij echt of nep is. Maar ik weet wel nog dat ik hem niet heel fijn vond om naar te kijken. Ik zie dus een soort van twee spinnen in elkaar. En ik weet niet wat het is. Ik denk dat dit nep is. Ja, dat denk ik gewoon. Is het echt of nep? Het was fout. Oké, dat begint lekker. De eerste quiz meteen een fout. Ook had ik hem een keer eerder, alsnog heb ik een fout. Onder de twee knoppen real of fake, daar staat of het goed was of niet. Ik moet gewoon elke keer als ik ergens op druk kijken of ik een puntje krijg bij fout. Of een puntje bij goed. Dat is het. En dan zien wij hier twee mannen die lekker aan een tafeltje zitten op een bankje. Met in die tafel een dode vrouw of zo. Dit is een beetje heel erg vreemd. Die voet trouwens van die rechte man ziet er wel een beetje nep uit. Alsof hij zweeft. Maar die vrouw is zo helemaal raar. Of... misschien is het helemaal geen vrouw. In ieder geval, laten we erop houden dat het niet zo fijn is om naar te kijken. Staat er ook dead wife in een coffee table. Dus ik denk niet dat dit echt is. Als dit echt is, dan beziel je je. Oké, ik ga nu drukken. Wat is het? Ik hoop dat er nu 2 komt bij dat kruisje. Oh, wacht, ja, oké. Ik schrok me dood. Oké, ik had hem dus goed. Oké, ik raak een beetje door de war met deze gekke puntentelling. Maar oké, ik had hem goed. Want er is een 1 gekomen bij dat ik het goed had. Dus oké, gelukkig was die foto nep. Want anders was het heel erg... apart en raar. Deze foto heb ik ooit ergens anders op het internet gezien. En die hond is volgens mij de grootste hond die er bestaat. Maar ik weet niet of hij er zo uitzag. Want volgens mij was het een soort van bruine hond. En het was niet zo'n grote bulldog-achtig iets. Ik weet dat de grootste hond ter wereld groot is. En volgens mij ook ongeveer zo groot. Maar volgens mij is dit niet die hond. Volgens mij was dat juist een hele dunne, lange hond. In ieder geval, deze hond is ook nog heel erg dik. En gewoon, ja, normaal. En dan zo groot, dat kan niet echt, denk ik. Daarom denk ik dat deze nep is. Ik hoop dat er nu een 2 komt staan bij het groene vinkje. En het was goed, want er staat een 2. Yes. Deze foto komt mij ook heel erg bekend voor. Ik weet gewoon niet meer wat ik ooit had geantwoord. Trouwens, dit zijn gewoon andere quizzen. Deze quiz heb ik nog nooit eerder gespeeld. Alleen ja, sommige quizzen hebben gewoon dezelfde foto's. Daar kan ik verder niks aan doen. Maar op deze foto zie je dus een hele lange brug die heel erg onstabiel staat. Tenminste, voor mijn ogen ziet dat er heel erg onstabiel uit. En omdat het er nogal onstabiel uitziet en die schaduw een beetje heel erg apart gaat. De schaduw van die brug. Ik snap dat het een beetje zo kan gaan door die berg. Maar het lijkt wel alsof het te erg is, weet je wel. Dus dat het minder moest zijn. Dus daarom denk ik toch dat het nep is, want de brug is een beetje raar. Ja, en ik snap niet waarom zo'n brug moet zijn. Ik bedoel, kan toch ook gewoon een weg aanleggen of zo? Waarom moet die brug er? Nou, oké, ik denk dat het fake is. Is het fake? Nog een vinkje bij groen. En dat was dus echt. Die foto van die brug was dus gewoon echt. Oké, nou, ik ben benieuwd of die brug al is ingestort of zo, want hij zag er niet zo stabiel uit. Nou, dan heb ik dus 2 foto's goed en 2 fout. Dus het gaat nog gelijk op. Nog 6 foto's te gaan. Hier zijn we bij een super dikke, grote, wollige, bollige kat. Die zijn achterpoten heel erg leuk vooruitsteekt. Best achteruit, weet ik veel, gewoon strekt. En die vrouw doet alsof ze aan het gewicht heffen is met die kat. Ik denk dat dit, ja, ik kan zeggen dat het nep is, maar ik bedoel, er is ook een hele grote hond die bestaat. Dan kan toch ook een hele grote kat bestaan. En ik bedoel, ik zie aan die kat dat hij niet leuk vindt hoe die zo vastgehouden wordt. Want hij draait zich helemaal rond het hoofd. Ja, het is niet zo comfortabel. En ja, ik weet niet. Ik denk toch dat het echt is. Ik ga gewoon voor echt. Ik denk dat het echt is. Hopelijk komt nu een vinkje. 1 ding bij het vinkje. En het was goed. Yes! En dan zijn we hier bij een Siam... Nu, wacht. Ik zal denken dat het een Siamese tweeling of zo is. Maar het zijn waarschijnlijk gewoon 2 kindjes bij elkaar. Want ik zie gewoon 4 voeten in totaal. Ik zie alleen 1 arm niet. Maar dat komt omdat hij waarschijnlijk achter dat meisje is. Dus ik denk dat het gewoon echt is. 2 meisjes naast elkaar in de jurk. Ik bedoel, wat moet hier nep aan zijn? Ik druk op real. Wat is het? Het is goed. Gelukkig. Oké, dit gaat hartstikke lekker. We zijn nu bij een krokodil. Tenminste, ik denk dat het krokodil is. Die is opengemaakt. Alleen hij ziet er heel erg nep uit van de binnenkant. Alsof hij er niet zo uit hoort te zien of zo. Ik denk dat jullie wel begrijpen wat ik bedoel. Er zitten allemaal gekke groene dingen in. En ik zie, wat, ja, weet ik veel wat ik allemaal zie. Ik zie van alles daarin. Het is in ieder geval niet zo'n heel mooi plaatje. Ik denk dat dit nep is. Of juist echt. Ja, ik weet het niet, joh. Ik weet het niet. Dit is gewoon gokken. Want ik weet niet hoe een krokodil van de binnenkant eruit ziet. En ik denk ook niet dat ik dat per se wil. Maar als het echt is, weet ik wel hoe die van de binnenkant uitziet. Oké, ik denk dat gewoon dat het echt is. Ik denk dat het echt is. Was het goed of nep? Het was nep. Oké, die foto was nep. Dan weten we dus, dat was dus niet de echte krokodil. Want ik heb nu 3 fouten. En dan heb ik er nog maar 2 fouten. Dus ik heb een fout erbij. Dus dat betekent dat die krokodil fout was. Helaas. Dit is een beer met een man... Wacht. Huh? Oh, wacht. Die man... heeft die beer vermoord. Dat is best zielig. Maar het lijkt alsof die beer zijn ogen nog open heeft en een beetje in de camera kijkt. En het lijkt alsof hij een baksteen aan het eten is. Ik weet niet wat hij daar heeft, maar het lijkt op een baksteen. En waarom is rechtsonder op de foto ook bloed? Ik snap niet hoe daar bloed komt. Heeft hij daar zijn mond op gelegd of zo? Zijn bek? Met zijn baksteentje? Ja. Dit is een beetje een rare. Maar ik denk niet dat het echt is. Ik denk niet dat je met volle trots een foto maakt of zo. En ja, ik weet niet wat hij in zijn bek heeft, maar een gek steentje of zo. Ik denk niet dat het echt is. We drukken op fake. Komt er een vinkje? Komt er in dit puntje bij... Oh, oké, fout. Het was dus echt... Oh my god. Oh my god, deze foto wil ik niet zien. Deze foto wil ik echt niet zien. Ik wil niet nog een keer kijken. Ik doe heel veel mijn ogen open en dan ga ik niet meer kijken. Oké, dit wil ik niet meer zien. Dit wil ik niet meer zien. Er werd volgens mij iets uit het oog gehaald. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Oké, jullie zien nu wel dat ik 4 fouten heb en 4 goed. Ik ga nu drukken op dat het fake is. Want ik hoop dat het fake is. Als ik nu op fake druk en bij dat rode kruisje komt nu een 5 te staan. Betekent het dus dat het fout was en dat het real is. Oftewel, deze enge foto waar ik niet nog een keer naar wil kijken is echt. Dus ik druk op real en ik hoop dat nu dat vinkje een 5 wordt. Wat wordt een 5? Oh my god. Dat wat we net zagen was dus gewoon echt. Dat wat we net zagen was echt. Dat wat we net zagen... Dat kan echt niet. Volgens mij was er geen oog. Ik zag gewoon rood en iets werd eruit. Oh, dat wil ik niet nog een keer zien. Oh, ik wil niet over nadenken. Dan gaan we door naar deze rare andere foto. Zonsondergang op de Noordpool. Ik snap niet waarom ik de zon en de maan zie. Waarom zien we ze allebei? Ik weet niet of dat klopt, maar volgens mij klopt dat niet. En waarom staat de maan zo? Kan dat? Of... Ja, misschien kan dat wel. Maar in ieder geval, waarom is de zon en de maan bij elkaar? Dat klopt niet, denk ik. Dus daarom denk ik dat het fake is. Oh, dit is zo... Oh, wacht. Ik heb dit zo vaak. En dit is eigenlijk een soort van finale foto. Want zoals je onder ziet, zie je dat ik 5 foto's fout heb geraden. En ik heb er 4 goed geraden. Dus dat betekent dat als ik deze foto goed antwoord, heb ik in totaal 5 goed geantwoord en 5 fout. Dus dan is het nog een beetje ertussenin. Maar als ik deze fout antwoord, dat betekent dus dat ik er 6 fout heb geantwoord en 4 goed. En dat betekent dus dat mijn score in deze aflevering niet zo goed waren. Alsnog denk ik dat het fake is, want zover ik weet zit de zon en de maan niet heel dicht bij elkaar, alsof ze beste vrienden zijn. Dus ik druk op fake en nu hoop ik echt dat wij een puntje krijgen bij real. Dat het 5-5 wordt en niet 4-5. Dames en heren, ik druk op fake. 3, 2, 1, wat is het? Heb ik het goed? Alsjeblieft, zeg ik het goed heb. Druk goed? Oh wacht, ik had hem goed. Kijk maar, mijn score onderop is 5.0. Dus oftewel, ik had de helft goed en de andere helft niet. Dus ik heb gewoon een 5 gekregen. Nog steeds een onvoldoende als het op school was. Maar gelukkig hoef je zo'n quiz niet te doen voor school. In ieder geval, dames en heren, ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Laat een like achter als dat het geval was. En als jij meer van deze serie wilt zien, vergeet me ook niet even te volgen op Twitter en Instagram. Het linkje staat in de beschrijving. En wat je verder nog kan doen is deze video delen met je vriendjes en je vriendinnetjes. En dat is ja het enige nog. Bedenk maar verder wat je nog doet met deze video. Ik bedank jullie voor het kijken naar deze video. Vergeet geen blauw duim omhoog te doen. Dan zeg ik nu tot de volgende keer. Peace.